Welkom allemaal, mijn naam is Evert ten Apel en ik word vandaag weer bijgestaan door Jori Mulder. Ja, de kans is groot dat ze hier vandaag gaan winnen, maar zeker weten doe je het niet. Nee, op papier is de tegenstander een stuk zwakker, maar ja, ze moeten het wel waarmaken. Er is afgetrapt, laten we hopen op een leuke pot. Soleimani. Vertongen. Vernon Anita. Alderwereld. Jansen. Siem de Jong. Eriksen. Gevaarlijke aanval. Ja, en nu? Die paal heeft het zwaar te verduren. De bal gaat over de lijn. Jansen. Nu dan, schiet. Zullen, het is een doelpunt. Goed, laag ingeschoten hoor, en een doelpunt. Ja, bij deze uitbraak is het logisch dat hij scoort. Maar ja, hij moest wel het hele veld over. Doelpunt nummer 1 vandaag. Doornstra. Ze vechten om de bal. Goed ingegrepen door de verdediger. Gaat gebeuren. Nee, hij gaat er niet in. Wel een goede poging. Schitterend schot. Hij draaide goed weg, maar hij schiet naast. Dat is wel jammer. Die bal is voor de tegenpartij. Balbezit verspeeld. Oh, ze zijn de bal kwijt. Uitstekend over de breedte geplaatst. Doornstra. Immers. Houdt die bal bezit? Daar gaat een speler er als een speer vandoor. Ze verspelen de bal. De tegenstander is ermee weg. Nee, daar wordt een stokje voor gestoken. Immers. Winsterman. Dat was gruwelijk mooi. Die bal wordt gestopt. Bal over de achterlijn en dus een doeltrap. Alderwereld. Oh, goede bal zeg. Ja, en nu? Kan Ajax misschien profiteren van deze corner? Nee, die corner is niet goed. Balbezit voor de tegenstander. Gregory van der Wiel. Soleimani. En dat is raak.
Verhoek. Immers. De paas wordt eruit gehaald. Gevaar voorbij. Boerichter. Nee, die voorzet is niet goed. Wordt onderschept die bal. De eerste helft is gespeeld. Stand is 2-0. En eens kijken wat de tweede helft ons zal gaan brengen. De bal rolt alweer, terwijl sommige fans nog een plaatsje zoeken in de Amsterdam Arena. Vertongen. Boerichter. Gaat het gebeuren? Goed opgesteld door de verdediger. Ja, en prima actie van de doelman. Burner Anita. Doornstra. Hij is overal op het veld te vinden en lijkt onvermoeibaar. De bal belandt bij een medespeler. Dat was op het dippertje. Ja, en nu? Die paas zorgt voor elkaar. Hij zit erin. Verhoek. Doornstra. Eriksen. Die bal gaat rechtstreeks richting strafschopgebied. En nu doorgaan. Het scheelt weinig of die bal zit erin. Het leek mij dat hij net niet buitenspel stond, maar de assistentscheidsrechter heeft kennelijk een andere mening. Ze hebben de bal veroverd, kijken wat ze ermee kunnen. Verhoek. Over de achterlijn, geen corner, maar wel een doeltrap. De coach wil een wisselspeler in het veld brengen. Verhoek. Einde balbezit. Ze zijn de bal kwijt aan de tegenstander. Wie kan er iets met die voorzet? Wie kan erbij? De voorzet komt niet aan. De tegenpartij is er met de bal vandoor. De bal ligt voor het oprapen, ze zijn hem kwijt. Kunnen we een doelpunt noteren? Wat gaat hij doen? Ai, 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 dat feestje gaat niet door. Hij had alle kans, oog in oog met de keeper en dan nog geen doelpunt. Dat was ook wel een goede redding, Evert, moet ik zeggen. Die bal gaat eens. Wie pakt die bal? Slechte voorzet van de... Goed geanticipeerd en de paas eruit gehaald. Steekpaasje. Daar gaat hij. Dit is het. Daar passeerde hij de doelman mooi mee, hè? Ja, maar hij houdt zijn hoofd koel en houdt dan even in en plaatst de bal precies waar hij hem hebben wil. Zag je dat, Evert? Hij liet die tegenstander staan alsof ze er niet stonden. Hij loopt het hele veld over en hij scoorde ook nog. Ze zijn zelfverzekerd op voorsprong gekomen. Ja, dit gaat goed.
Ja, dat is hem. Zijn tweede doelpunt van de wedstrijd. Ze zijn gewoon niet tegen hem opgewassen. Een prachtige actie. De verdediger is allemaal in het bos ingestuurd en een doelpunt. Die voorsprong begint wel erg groot te worden. De hoek. Oh, wat mooi. Even een hakje ertussendoor. Er komt een inworp aan van Ajax. We gaan een nieuwe speler krijgen. Jansen. Siem de Jong. Soleimani. Dat ziet er veelbelovend uit. Cruijff zou zeggen dat het... Wordt dit wat? We zijn er klaar voor de hoekschop. De hoekschop is slecht genomen. En de tegenstander is weg met de bal. En hij krijgt hem in het strafschopgebied. Waardeloze voorzet. Knap verdedigd. We gaan ons opmaken voor de corner. De hoekschop belandt bij de tegenpartij. Soleimani. Boerichter. En daar is het laatste fluitsignaal. Ai, dat komt hard aan. De tegenpartij was absoluut niet opgewassen tegen het spel van dit team. Ja.